Ik ben jouw vriendje. Zeker waar, zeker waar. Want aankomend weekend is het Tina Festival en ik ben presentatrice op de social stage. Zo jongens, ik heb mijn rijlesje gehad en na mijn rijles heb ik eigenlijk nog een extra surprise, want ik had het zelf een beetje over het hoofd gezien. Dit is mijn script voor de zaterdag en het is echt best wel veel, zoals je ziet, het is best wel dik. Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik weet niet wat het de laatste tijd is, maar altijd als ik zeg maar van maandag tot en met donderdag een vlog maak, dus gewoon een weekvlog, dan vergeet ik op maandag altijd te filmen. En vandaag was weer precies hetzelfde geval, dus dat is de reden dat ik of vandaag, gisteren of deze week was het weer precies hetzelfde geval. Dus vandaar dat ik gisteren niet gevlogd heb. Het is vandaag dinsdag en ik heb vandaag een beetje eigenlijk gewoon een thuisdagje gehad. Ik heb wat mailtjes beantwoord en ik heb heel veel leuke voorbereidingen gedaan voor het Tina Festival. Want aankomend weekend is het Tina Festival en ik ben presentatrice op de social stage. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar er komt nog wel wat tekst bij kijken, wat andere dingetjes. Want ik heb heel veel heel script heb ik binnengekregen wat ik een beetje globaal uit mijn hoofd moet leren. Ik moet nog outfitjes uitkiezen, dus dat was ik allemaal vandaag een beetje aan het doen. Een beetje mailtjes beantwoorden, een beetje dingen doorlezen. En eigenlijk was het gewoon lekker een thuisdagje. Het is nu bijna 16:30 en wij eten op dinsdagavond altijd best wel vroeg. Dus mijn ouders zullen rond een uurtje of 5 thuis zijn. En dan gaan we dus straks even lekker eten. Na het eten weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik denk dat ik dan niet heel veel ga doen. Want ik voel dat ik een beetje hoofdpijn heb. En dat heb ik wel vaker als ik de hele dag binnen heb gezeten. En niet echt naar buiten ben geweest. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon lekker een serietje ga kijken. Of lekker nog wat dingetjes terugkijken die ik gemist heb. En dat is het dan eigenlijk wel. Ik krijg een appje binnen, maar goed. Voor de rest is een super lekker rustig dagje gehad. En wat ik dus nog wou zeggen is, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Vind je de weekvlog nou leuk? Knal dan alvast een pluimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En veel plezier met kijken! Hallo allemaal, het is vandaag woensdag. En gisteren was ik helemaal vergeten mijn dag eigenlijk verder af te sluiten. Maar ik heb gisteravond niet heel veel gedaan. Ik heb lekker genetflixt en zo, dus even lekker relaxed. Omdat ik natuurlijk aankomend weekend best wel een druk weekend heb. En dan is relaxen tussen al drukke werk door ook belangrijk. Vandaag heb ik niet heel veel op de planning staan. Ik ga zo meteen even wat mailtjes beantwoorden. Dan ga ik lekker lunchen. En dan in het einde van de middag ga ik even snel naar de stad toe of naar de boekhandel hier. Dan moet ik wat dingetjes halen en dan moet ik bezig met mijn teksten voor het Tina Festival. Want ik heb eens aankomend weekend het Tina Festival. Daar ben ik de presentatrice van de social stage. Heb ik gisteren ook al verteld, maar nog even in het kort. En nu was het dus zo dat ik eigenlijk eerst geen meeting greets heb, omdat het niet in het programma paste. Heel erg jammer. Maar ik heb er dus nu uiteindelijk wel eentje. We hebben het kunnen regelen. En ik ben er heel erg blij mee, want ik vind het gewoon heel erg leuk om jullie te ontmoeten. En dan kan het dus toch nog op een manier. Dit is mijn meet and greet schema. Ik heb beide dagen, dus zaterdag en zondag, van 9:30 tot 10:00 een gratis meet and greet bij de LOL stand. En ik wilde het LOL surprise zeggen, maar het is LOL stand. En daar heb ik dus een meet and greet. Ik heb er ontzettend veel zin in. Maar wat ik wel mee wil geven is, wil je mij echt ontmoeten? Kom dan wel op tijd, want ik heb echt maar 9:30. En om 10:00 moet ik ook gewoon weer weg. Dus wees wel op tijd en helaas niet later aankomen, want dan red ik het zelf gewoon niet meer. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik wil meegeven. Voor de rest heb ik er ontzettend veel zin in. Ga ik even dingen klaarmaken, lunchen en dan bezig met de kaartjes. Het is inmiddels zo avond en ik heb net lekker gegeten. Ik doe even mijn knotje uit, want dat heb ik echt de hele tijd al in dat ik hier bezig ben. Maar ik ben dus nu inderdaad bezig met mijn presentatiekaartjes. Want ik doe dus presentatie en ik moet best wel veel informatie onthouden. En dat lukt me wel, maar het is altijd handig en ook wat fijner om zo vast te houden om presentatiekaartjes te hebben op het podium. Want dan kan je toch altijd even stiekem spieken als je het niet meer weet. Of als je er even niet meer uitkomt. Dus die ben ik nu aan het maken. Ik moet er best wel veel maken. Ik heb één heel groot A3 papier net al gesneden. Ik ben nu bezig met de tweede en ik heb dan zo ook nog de derde. Want ik heb echt super veel tekst voor aankomend weekend. Dit is mijn script voor de zaterdag. En het is echt best wel veel. Zoals je ziet, het is best wel dik. Het zijn iets van 9 pagina's of zo. Dus ik heb dat even een beetje gearseerd en dat ben ik dan de hele tijd aan het doornemen. En dan deze dingen ga ik weer uitknippen en op mijn presentatiekaartje plakken. Dus daar ga ik nu even mee bezig. Hopelijk ben ik er niet al te lang mee bezig, want het is nu 6:30. Dus ik hoop eigenlijk dat ik er met een uur, rond een uurtje of 8 wel klaar mee ben. Weet ik niet zeker. Ik ga gewoon snel aan de gang en dan laat ik jullie straks weten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag en ik ben gisteravond tot zo laat bezig geweest met die kaartjes. Het was echt insane hoe lang ik bezig ben geweest. En ik ben nu nog steeds bezig, want ik heb het nu bijna klaar. Ik heb alles
opgeplakt. En ik ben nu even nog wat dingetjes aan het arceren. Dat heb ik al gedaan bij de zaterdag. Dat ligt allemaal op volgorde. En dat moet ik nog even doen bij de zondag. Maar dat ga ik straks even doen, denk ik. Want ik ga me eerst klaarmaken, want ik moet nog wat dingetjes filmen. Dan heb ik vanmiddag om 1:30 een rijlesje weer. Dus eigenlijk is dat wel een beetje een onhandige tijd, als ik eerlijk ben. Omdat ik natuurlijk, dat is net midden op de middag, weet je wel. Dus ik kan niet eerst al mijn dingen doen en dan rijles. Nee, ik moet eerst het ene doen. Dan rijles en dan weer het andere. Maar goed, komt allemaal goed. Ik ga even klaarmaken, mijn haar feunen. En ik ben nog niet helemaal uit over mijn outfit. Ik heb gewoon een basic truitje aan. Maar het is best wel, ja, het is niet heel koud of zo. Maar ik weet ook niet of dit dan weer te warm is. Want het is wel lekker weer. Dus ik ga zo even kijken wat ik aan ga doen. Misschien change ik nog een keertje, misschien niet. Ik ga in ieder geval even mijn haar droog feunen, stylen. Even make-up hierop knallen. En dan een paar dingetjes filmen. Want het is inmiddels alweer 11:15. De tijd gaat zo snel. Want ik heb zo meteen om 11:30 weer een rijles. En dan denk je nu, oh, het is 11:00. Maar het is echt voordat je het weet alweer 13:30. Dus ik ga hem even snel klaarmaken. En dan ben ik zo bij jullie bij. Ik heb mezelf helemaal klaargemaakt. Ik heb even mijn haar gesteld snel. Ik hou toch deze trui aan, maar dat is wel lekker voor vandaag. Ik heb even een heel klein beetje make-up erop geknald. Alleen mijn mascara en wenkbrauwen. En dan ga ik nu video's opnemen. En ik had net heel veel geluk, want ik zat boven me klaar te maken. En toen hoorde ik de deurbel. En meestal mis ik dan pakketjes als ik boven zit. Maar nu niet. En ik heb een heel leuk pakketje ontvangen wat te maken heeft met het Tina Festival. Dus ik ga even een statief daar neerzetten en dan ga ik het even met jullie unboxen. Ik heb mijn camera op statief neergezet en ik ben even hier gaan zitten, want dat was wat makkelijker met unboxen. Maar ik kreeg net een heel erg leuk pakketje binnen en dit heeft te maken met het Tina Festival en met LOL hashtag Hergoals. Want hier heb ik namelijk een meet and greet op het Tina Festival. Ik kreeg van jullie heel vaak de vraag of jullie me ook konden ontmoeten op het Tina Festival. En dat heb ik dus nu geregeld. Want ik heb beide dagen, dus op zaterdag en zondag, van 9:30 tot 10:00 een hele leuke gratis meet and greet bij de LOL stand. Dus wil je me nou ontmoeten, kom daar dan heen. En wees wel op tijd, want dan heb je natuurlijk meer kans om mij te ontmoeten. Omdat het best wel druk kan zijn. En ik echt helaas maar 1/2 uur de tijd heb. Tot zover de meet and greet. We gaan nu even dit leuke pakketje unboxen. Of in ieder geval, ik heb hem uit de doos gehaald. Maar kijk even hoe leuk. Het is een hele tas. En echt in een vet kleurtje. En hierin zitten allemaal LOL producten. Dus die ga ik even met jullie unboxen. Hier is een hele grote tas. En hij is helemaal fluorescerend roze. En aan deze tas zit een klein oranje tasje. Die gaan we straks even openmaken. Maar eerst ga ik even kijken wat hierin zit. Want ik zie wat heel erg leuks. Zoals jullie weten heb ik in mijn video's al wel wat vaker iets verteld over LOL Surprise. En deze keer draait het allemaal om de LOL Surprise hashtag Hergoals Wave 2. Of Wave 2, hoe je het wil zeggen in het Engels en het Nederlands. En de Wave 2 is een opvolger van de Wave 1. En dit was dus de eerste collectie. Maar ze hebben het helemaal vernieuwd. De poppertjes hebben helemaal een makeover gekregen. En het is hashtag Hergoals. En de Wave 2 zijn de eerste poppetjes met gewoon echt haar. Dus dat is heel erg vet. We gaan de LOL Surprise capsule denk ik gewoon weer openmaken. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Want hier achterop staan weer 15 surprises. En ik ben heel erg benieuwd wat we krijgen. Dus we gaan hem gewoon openmaken. Het verpakking is eraf. En ik heb hier alweer een soort van stickers gekregen. Ik weet nog niet precies wat ik hiermee kan. Maar die leggen we even aan de kant. Tadadadam. Dit is papiertje met informatie. Dan hebben we hier het poppetje waar het om draait. En dan zitten hier allemaal surprises in. En hier zitten volgens mij, zijn dit haarkrullers die je zo in je haar kan zetten. Om dan zo van die krullen te maken. Heel leuk. Ik ga even het poppetje openmaken. En daarna de surprises. Wow, we hebben echt een cool poppetje. Dit poppetje heeft gewoon roze haar. En dit voelt zo lekker. Want ze zeiden dus dat het echt haar was. En het voelt echt, oh, dit voelt zo chill. Hij is zo satisfying of zo. En kijk, het is helemaal van die krulletjes. En dan snap ik ook wel dat je de krullers nodig hebt die hierin zitten. Want ja, anders kan je natuurlijk nooit zo'n krul in je haar krijgen. Maar we gaan even de surprises openmaken. En dan ga ik zo even opzoeken hoe dit poppetje heet. Oké, het poppetje heet Prom Princess. En ik vind het wel een leuke naam. Lekker chic. Past wel een beetje bij mij, want ik ben zelf best wel een beetje zo'n divaatje. Dus Prom Princess, hallo. In het eerste zakje zaten de lichtroze schoentjes. En het zijn een beetje een soort van hakjes met pomponnetjes erop. In het tweede zakje zit een haarbandje. Dit is echt zo'n prinsessenkroontje. In het derde zakje zit een heel schattig jurkje. Deze is echt te lief. Hij is lichtroze met geel. En hij is echt heel leuk met stippeltjes en een strikje. En dan in de laatste zit een soort van lintje, denk ik. Of een soort van ketting. En daar staat de Prom Princess. Dus eigenlijk haar naam. Misschien ook wel echt de prinses van de prom, dus van het bal. We hebben dus nu de cadeautjes hieronder uit. En ik ga even kijken, want ik klikte dit net per ongeluk los. En toen vond ik hier ook nog een surprise. In de laatste surprise zat dit hengseltje. En dat kan je dan heel erg gemakkelijk hieraan vastmaken. En het leuke is dus, dat zag ik net pas. Echt heel erg dom dat ik dat niet direct zag. Is dus dat dit een haarspraybus is. Want hier zit echt zo'n tuutje erop dat je zo kan spuiten dus met je haarlak.
En dat is dus eigenlijk gewoon een haarsprayfles. En ook heb ik nog een extra surprise. Want ik had het zelf een beetje over het hoofd gezien. Want ik dacht dat het gewoon haarkrullers waren. Maar hierin zaten ook nog twee surprises. Dus laten we die even gaan openmaken. In de eerste zit een superleuk flesje. Dit is natuurlijk weer zo'n drinkbekertje. Altijd handig en heel erg leuk. En in de tweede zit een kammetje die je denk dan in het haar kan vastzetten of zo. Of natuurlijk ook mee borstelen. Dus dat is ook helemaal goed. Ik ga nu de Prom Princess even aankleden. En dan ben ik weer terug. Prom Princess is helemaal aangekleed. En ze ziet er echt super tof uit nu. Want je hebt natuurlijk dat haar helemaal zo. En dan die outfit. En dat lintje van Prom Princess is helemaal compleet. Ik vind het echt super leuk. En het ziet er super cute uit. En je hebt dus allemaal verschillende poppetjes. Je hebt niet alleen deze, maar echt nog heel veel andere. Nu het poppetje klaar is, gaan we verder met de andere items die nog in het tasje zitten. We hebben nog dit oranje tasje en hierin zitten allemaal haaraccessoires. Waarmee je dus het haar en zo kan versieren als het goed is. Want ik zag glittertjes, nog meer haarkrullers en een setje met allemaal, wat zijn dit? Ik denk een soort van, stationery sets. Dit kan je voor van alles gebruiken wat je zelf wil. Voor op je bureau, voor andere dingen. Dus dat is super leuk. En dat zat dus allemaal in het tasje. Dus dit zijn allemaal leuke extra LOL gadgets. En het laatste wat erin zit is super speciaal. Dit is een LOL Surprise Furniture Pack. Oftewel dus een meubelpakket. En dit pakket van LOL Surprise komt eigenlijk pas in het najaar uit. Maar ik mocht hem alvast met jullie unboxen. Dus dat gaan we gewoon doen. We gaan het deksel eraf halen en dan ben ik heel benieuwd wat we aantreffen. Dit is super tof, want als je dus de deksel eruit haalt, dan kan je dit dus helemaal openklappen. En dan kan je dit ook nog openmaken. En dan uiteindelijk kan je dit dus helemaal openklappen tot een echte speelsetting. En je hebt vier verschillende thema's met ook verschillende poppetjes. En terwijl ik jullie dit vertel, probeer ik het even open te klappen zonder dat alle surprises eruit vallen. Want er zitten heel veel surprises in en andere dingen. Dus dat ga ik even voor jullie uithalen. Als eerst zitten er twee meubelstukken in. En dit is een kledingkast lijkt het. En dit is een spiegeltje. Dus ga ik even uit het plasticje halen. En we hebben hier nog meer meubilair. En dit zijn kledinghangers. En dit is een paspopje. Dus haal ik ook even uit het plastic. Alles is uit het plastic. En dan heb ik hier ook nog vijf surprises. Dus die maak ik ook even voor jullie open. Wow, dit is zo vet. Ik maak de eerste surprise open. Hier zit dus een poppetje in. En mijn hele handen zitten onder glitters. Want deze is dus helemaal in een glamour stijl. Hij heeft helemaal gouden glitters. En dat past ook heel goed bij het interieur. Want dat was zwart met goud. Dus ik ga snel de andere surprises openmaken. Dus als ik jullie dus net vertelde, kon je de doos uitvouwen tot een eigen speelset. En dat heb ik nu gedaan. En kijk hoe tof dit eruit ziet. En hier kan je dan natuurlijk ook het meubilair in plaatsen. Zoals bijvoorbeeld de spiegel. Die kunnen we hier zo neerzetten. En je kan natuurlijk ook gewoon al het meubilair eruit halen. Of het erin laten staan. En dan kan je poppetje ook zo door de gehele boutique heen lopen. Kan je die overal neerzetten. En het past echt perfect. Want dit thema, het past allemaal zo goed bij elkaar. Poppetje is goud met zwart. En het spiegeltje, de kasten. Echt gewoon één groot geheel. En dat is super leuk. Dan was het even de unboxing. En ik heb dus de LOL Surprise hashtag Hercules Wave 2 unboxed. En de LOL Surprise Furniture pakket. En ik vond het beide heel erg leuk. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. Dan gaan we nu weer snel verder met de vlog. Dus let's go. En hopelijk zie ik jullie trouwens op Tienerdag. Zo, ik heb een aantal video's opgenomen. Alleen ik heb nu niet meer heel veel tijd. Want over een half uurtje staat mijn rijinstructeur op de stoep. De stoep, ik wil wat anders zeggen. Maar het kwam een beetje gek uit. In ieder geval, ik heb zo over een half uurtje mijn rijles om 2:30. Dus van 2:30 tot 2:30. Dan ben ik terug. Dan moet ik nog één videootje opnemen. En even wat dingetjes editen. En dan is dat eigenlijk mijn dag hier wel volgens mij. Ik weet niet verder echt. Volgens mij verder niet heel veel. Ik ga nu snel nog wat eten, wat drinken. En dan heb ik zometeen weer mijn rijlesje. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. En ik hou jullie op de hoogte. Zo jongens, ik heb mijn rijlesje gehad. En na mijn rijles heb ik eigenlijk moest ik wat dingen opnemen. Heb ik niet gedaan. Ik heb heel veel series gekeken. Ik ben naar mijn opa en oma geweest. En het is inmiddels alweer bijna 6 uur. En ik moet nog steeds die video opnemen. We gaan gelukkig wel laat eten. Dus dat kan ik eigenlijk nu nog doen. Maar ik lig zo lekker op mijn bed en ik ben echt super moe. Maar ik ben dus echt heel erg moe. Maar ik moet dus echt die video opnemen, want over een uur komt Julian. Voor de mensen die Julian niet kennen, ik zal hem straks even introduceren in de vlog. Ik moet ze dus eigenlijk nog even die video filmen snel. En dat kan wel in een uurtje. Alleen dan moet ik gewoon even bam 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 nu die video gaan filmen en niet hier nog kort hier gaan zitten. Dus dat ga ik doen. Ik ga van mijn bed af. Oppassen mijn telefoon niet valt. En dan ga ik even een storytime filmen. Dus alles even klaarzetten, filmen en go. Het is inmiddels de volgende dag, maar ik moest me natuurlijk nog even iemand laten zien in de vloggie. Wie ben je? Zeg maar even. Moet ik het zeggen? Ja, je moet het zelf even zeggen. Oké, ik zeg het. Hi, mijn naam is Julian en ik ben...
Jouw vriendje. Zeker waar, zeker waar. En voor de mensen die Insta zo hadden gezien, die weten het natuurlijk al wel. Maar mensen die niet mij op Insta volgen, die wisten het natuurlijk nog niet. Dus doe dat vandaar. Al even, gewoon gelijk. Ja, volg me even op Insta. Ja, doe dat gewoon. Popman. Maar goed, het is vandaag vrijdag. Ik ga verder niet vertellen wat we vandaag gaan doen, wat we dit weekend gaan doen. Want dat zie je de volgende week vlog. Maar bij deze ga ik wel voor deze afsluiten. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan even hier beneden. En vergeet geen... Bluimpje omhoog te doen. Goed zo. Ja, bluimpje. En ik hoop dat jullie de week vlog leuk vonden. En hopelijk tot volgende keer. Doei doei! Doei!